Hoi, ik ben Lennart. Bijna 25 jaar. Ik zit al een jaartje al bij Paarmijn TV. Is erg leuk. Ik vermaak me prima. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Goh, Lennart. Wat doe je op deze aardkloot? Nou, een beetje lopen, een beetje ademen. Een beetje zitten. Zelfs nu zit ik. Bestaan, voornamelijk. Gewoon bestaan, dat is eigenlijk een voortleven. Oh, ja. Ja. Oké. Wat denk je te willen bereiken als je krakkemikkig bent? Nou, gewoon oud worden. Als je niet oud bent, dan ben je ook niet jong. Ik ben heel simpel daarin, weet je. Ik ben niet zo moeilijk met denken. Dus, je kan heel erg moeilijk gaan denken, maar dan kom je niet verder mee in het leven. Dus, Ik heb nog één hele goede vraag. Ja? Welke wenkbrauw is je favoriete wenkbrauw? Nou, over heel veel nadenken, heel veel contempleren, heel veel filosoferen ben ik uiteindelijk erachter gekomen dat mijn rechter wenkbrauw, voor de kijkers thuis links, mijn rechter wenkbrauw het mijn favoriete wenkbrauw is. Want als ze zo doet, ja, dan kan je heel goed kijken, weet je. Dus dat is belangrijk. En voornamelijk de rechter wenkbrauw staat voor harige wenkbrauwen. Heb je nog vragen, meneer de interviewer? Goh, ja. Dat is een goeie. Ja. Stel je vraag, als je nog iets hebt van God. Lennart, dat zou ik echt willen weten. Wat zou je bij Paarmijn TV willen leren? Nou, voornamelijk zelfstandig werken en voornamelijk veel monteren. Maar monteren kan ik wel aardig zonder, ja, ik hou niet zo van dat arrogante gedoe, maar ik denk dat ik aardig goed kan monteren. Maar voornamelijk gewoon socialiseren, en dat is heel belangrijk. Dus voornamelijk het sociale aspect is heel belangrijk. Dus dat is het. Oké. Ja. Maar nog iets? Als je nog vragen hebt, dan sta ik vrij.